Voor mountainbiker Niek Hoornsman is er een droom uitgekomen. Aanstaande donderdag start hij op het WK in Canada bij de junioren. Toch blijft de inwoner van Wieringerwerf er broodnuchter onder. Ik had al een paar keer wat contact erover gehad. En ik wist als ik nog een paar goede uitslagen reed dat er een grote kans in zat. Toen ik die uitslag had gereden, toen wist ik eigenlijk wel, ja, dan is het alleen nog maar de bevestiging. En ja, toen heb ik natuurlijk meteen als eerste mijn ouders verteld. Een vlakkere omgeving dan zijn woonplaats Wieringerwerf is er bijna niet te vinden. Uiteraard is hij vaak te vinden in het nabijgelegen Robbenoordbos, maar toch is Wieringerwerf niet echt een omgeving om te mountainbiken. Er is wel een mogelijkheid om naar Schorel wat te doen. Daar is wel een paar klimmetjes en in Spaanwoude train ik ook wel eens. Dat is, daar heb je ook wel dat hoogteverschil, maar de echt lange klimmen die heb je hier in de buurt niet. Dus dat is ook niet echt te trainen. En dat, dat kan je eigenlijk alleen trainen door naar het buitenland te gaan. Donderdag komt de mountainbiker dus in actie in Canada. En voor het jeugdige talent is dat een spannend avontuur. Dat is wel de eerste keer dat ik zo ver ook ga reizen. Dat is sowieso ook een grote ervaring. En ja, omdat ik nog niet echt zo'n grote wedstrijd heb gereden, weet ik ook niet wat ik ervan kan verwachten. Maar ik hoop gewoon na de wedstrijd een tevreden gevoel te hebben over hoe het is gegaan.